Nou, er gebeurt heel veel achter de schermen voor wat betreft papiamento. Ik zeg altijd papiamento. Er gebeurt heel veel achter de schermen, dus er komen heel veel veranderingen binnenkort. Dus ik hoop, duim zo'n beetje, dat het binnenkort gebeurt. Eén ding wil ik wel zeggen, wat ik elke keer als reactie en feedback krijg van mijn cursisten. We kunnen niet veel oefenen met de lokale bevolking. In sommige gevallen. Want het is eigenlijk voor ons een valkuil, doordat we verschillende talen beheersen, dat we heel snel geneigd zijn om in de taal van de persoon te gaan. Dus in dit geval Nederlands of Spaans of Engels. Dat is eigenlijk een valkuil voor ons. Dus dat we dan zoveel talen kunnen spreken. Dus dat we dan heel snel in de taal van die persoon, om het te vermakkelijken voor hen. Dus dat we dan overgaan en niet papiamento met ze spreken. Dus Dat moeten we eigenlijk meer aandacht aan besteden. Dus dat we dan degenen die hun best doen om de taal te leren, dat we dan ook de gelegenheid geven om te kunnen oefenen. Maar het is toch best moeilijk, want je ziet iemand dat hij bijvoorbeeld van Nederland komt, maar je weet niet bijvoorbeeld hoe lang zij al hier is, of ze begrijpt of zij een toerist is. Dus het is toch iets moeilijk, denk je? Nou, eigenlijk, als je goed ziet, de mensen die dan bereid zijn om te oefenen, beginnen altijd met bon dia, bon tardi, bon noche. Ze willen het echt, maar dan krijgen ze een goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dus dat moeten we een beetje veranderen. Dus dat we dan ook een beetje dus rustiger, goed articuleren, dat we dan gewoon de gelegenheid geven om het te oefenen. Dus als ik bon dia hoort van een Nederlander, praat maar papiaments. Laat die personen zeggen, hey, dat is het enige wat ik weet. Of ik ben aan het leren, ik stap voor stap. Dus het moet eigenlijk van beide kanten komen, zeg ik altijd. Jullie zijn van harte welkom naar de cursussen. We starten de 23e, dus volgende week maandag starten we met een nieuwe groep. Die is dan van 23e tot 7 oktober. Dus er zijn nog een paar plekken vrij, dus neem contact met ons en dan kijken we of er nog een plek is. Hoe kunnen ze contact met jou nemen? Ja, ze kunnen natuurlijk via social media contact nemen. Maar ook heb je de telefoonnummer +53 9 522 4400. En ook op Facebook, Motivisati.